Echt gevaar is er nog niet, maar voorkomen is beter dan genezen, zo denken ze bij het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Deze week worden alle veenkades van de voorboezems langs de Rotte geïnspecteerd. We letten op scheurvorming in het boventaluut en ook op de kruin, beneden taluut. En we zijn niets tegengekomen. In Zuid-Holland zijn veel veenkades te vinden. Veen, dat vroeger werd gebruikt als brandstof in de vorm van turf, heeft de neiging uit te drogen. En als het eenmaal uitgedroogd is, neemt het geen water meer op. Op het moment dat veen vochtig is, vocht dat vertegenwoordigt ook een gewicht, is de zaak zeg maar in balans. Als er een enorme langdurige droge periode is, dan gaat dat veen uitdrogen. Nou, dus dan gaat het ook gewicht verliezen en dan heb je kans dat zo'n kade in onbalans komt. Dus de stabiliteit gaat dan enorm achteruit. Wat dan op een gegeven moment verschuivingen gaat plaatsvinden of verzakkingen. Waardoor je de scheurvormingen krijgt, dus dat zo'n kadervak er tussenuit dreigt te glijden. En dat is geen denkbeeldige situatie, want in augustus 2003 veroorzaakte een dijkdoorbraak bij de linkerrottekade in Rotterdam grote schade. Wat doen we nu? We hebben weer een heel inspectieprogramma om alle groene kaden zeg maar, voor het weekend in ieder geval een keer langsgelopen te hebben. En alle oneffenheden, scheuren en dergelijke en verzakkingen, die worden dus nauwkeurig in de gaten gehouden en gemonitord om een eventuele kaderbreuk, die we dus ooit eens een keer in 2003 gehad hebben in Schuin aan de Overkant, om dat te voorkomen. Met het ongeluk van 2003 in het achterhoofd en de verbeterde kennis van nu, wordt sindsdien intensiever geïnspecteerd. Ja, we zijn er echt continu mee bezig. En als het moet, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Maar gelukkig, zover komt het niet en zover is het nog niet. Dus, En met dit weer ook geen straf, toch? En met dit weer ook geen straf, technisch weer, hè, noemen we dat. Het Hoogheemraadschap is deze maanden ook vrijwilligers aan het opleiden om een dijkleger te vormen, zodat er in de toekomst nog intensiever kan worden gecontroleerd.